De driejarige relatie tussen Nicole en Suat wordt gekenmerkt door zijn geweld en waan van controle. Op een gegeven moment slaat hij haar zo hard dat haar trommelvlies scheurt. Er zijn acht aanklachten ingediend tegen de bodybuilder. Na de scheiding krijgt Nicole een contactverbod, op grond waarvan Suat haar niet meer mag benaderen. De assemblagemedewerker stuurt zijn zuster naar haar toe om haar over te halen de aanklacht in te trekken, maar dat doet ze niet. Nicole werkt in een fitnesscentrum in Hamburg-Ootemaarschen. Op 25 maart 2009, overvalt Suat haar in de parkeergarage. Nicole sluit zichzelf op in de auto. Suat slaat het raam in, opent de deur en steekt zijn ex-vriendin 36 keer. Nicole bloedt dood op de bestuurderszetel. Een collega vindt haar. Twee dagen later gaat Suat naar de politie, beweert onschuldig te zijn en weigert verder te getuigen. De politie liet hem weer gaan. Pas later vinden ze vezelsporen van zijn broek in de auto van het slachtoffer. In de rechtszaal zwijgt Suat aanvankelijk, maar bekend dan de misdaad. De aanklager spreekt eerst van moord, pleit later voor doodslag. De verdediging beschrijft Suat als extreem jaloers en een man met grote verlatingsangst. Hij had die dag met Nicole willen praten over de relatie en in dat proces had hij zich gerealiseerd dat de scheiding definitief was. Verder zegt de verdediging dat Nicole waarschijnlijk te vrijgevochten was voor de depressieve dader. De dader was eerder 13 jaar getrouwd en heeft een zoon uit dit huwelijk, 10 jaar oud op het moment van het misdrijf. Op 20 november 2009 wordt Suat veroordeeld tot 8,5 jaar gevangenisstraf voor doodslag. Bedankt voor het bekijken van deze video en het helpen opbouwen van een grote database met verhalen over Eervraak. Abonneer je op ons kanaal onderzoek Eervraak.